Kom maar. Ja, je bent lief, hè? Maar, kom maar. Weet niet of jullie dat zo zien. Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, ja, het is alweer 12:55. Ik zit lekker aan een bakje koffie. Ja, eten hebben we al gehad. Ik moet voorlopig nog thuis blijven. Totdat de apotheek komt. Die komt een medicatie brengen. En dan hoop ik dat hij op tijd komt. En dan hoop ik dat het droog blijft. Want het is weer veranderd. Vreemde weer. Van zon schijnt en het regent. En bewolkt. Ja, heel raar. Want ik moet nog wat cadeautjes halen, ja. Dus ik hoop dat het wel droog blijft en dan gaat Rijka weer lekker mee. Ze is nou bezig bij haar man met die hele grote kluis. Nou ja, lekker gezellig, maar wees weer alweer welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Weterbol natuurlijk, hè. Ja, ja, dat gaat gewoon allemaal weer door, ja. En ik hoop dat we allemaal kunnen genieten van deze vreemde dagen. Bijna kerst, woensdag is het eerste kerstdag en ik hoop dat iedereen ervan mag genieten. Het zijn ook droevige tijden voor heel veel mensen, ook evengoed voor mij, het is dubbel. Mijn mannetje is er niet meer, mijn hondje is er niet meer, ik heb er een ander hondje, maar dat is niet Frodo, is niet hetzelfde. Armentje, dat is voor de tweede kerstdag die ik kwijt ben. Mijn mannetje is de derde kerst. Ja, het is rot hoor, echt wel. Maar ja, het leven gaat wel weer door. Dus je moet je oppakken en je eigen schop onder je kont geven van hupla, opschieten, doorgaan met die banaan. Nou ja, dat doe je dan maar. Hé, jij nog Rijka? Jij meisje, waar ben je? Hier, Ewin, van Rijka er eten. En haar eigen eten laten staan. Ewin, nou dan geef ik dat aan jou hoor. Doe maar. Eigen schuld, dikke bult. Eigen schuld, dikke bult. Nou, je hebt daar eten. Ga dat maar eten. Rijk je dat. Hé, hey, Rijka. Kom maar, schat. Kom maar. Kom maar hoor. Jouw eten, hè, meisje. Kom maar. Ja, je bent lief, hè. En ze doet het zo goed. Ja, ze doet het zo goed. Hé, je doet het goed, hè, wijfie. Ja. Oh, goeie. Ja, vrouwtje heeft pijn. Aan die duim. Nee, kus je erop hoeft niet. Helpt toch niet. Ja. Maar oké, dat zijn mijn diertjes, ja. Ze eten mensen nou hun eigen eten op en zo hoort het ook, ja, simpel. Dat ieder zijn eigen eten en dat ze van elkaar eten, ja, het is niet, ik vind het niet goed, nee. Ze moeten dat gewoon leren, maar ja, wie ben ik? De ene vindt het wel goed, de andere vindt het niet goed. Maar honden eten, er zit weer wat anders in dan katten eten. Ja, ik heb ook al gelezen van dat het niet goed is als een kat honden eet. Want er zitten weer heel andere stoffen in wat een kat niet altijd kan verdragen. En zo is het ook weer met een hond dat katten eten eet. Het is eigenlijk niet goed. Hé? Nee. En ze bedelt nog zo graag, Rijka. Dat mag ze ook niet. Dat wil ik er ook, ben ik ook mee bezig om dat af te leren. Maar ja, het gaat allemaal langzaam, maar het komt wel goed hoor. Ja, zeker weten. Nou, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Ga ik ook proberen te doen. En het komt allemaal wel goed. Ik zeg het, tot straks maar weer. Doei!
Ja, goedemiddag lieve vrienden. Het is 16:39, dus net 9 minuten over half 5. Ja, en het begint al te schemeren, maar dat heb je om deze tijd van het jaar. Ik heb gelijk mijn rugtas van mijn booster meegenomen die ik van de week al had gekocht. Dan kan jullie hem ook zien, maar ik zit even te zoeken naar wat meer verlichting. Even een moment, kijken of dat gaat helpen. Die knop geloof ik. Ja, dat is eentje meer in de duisternis. Zo, zitten we in het zonnetje. Het is blauw, donkerblauw. Kabelblauw stond op de kassabon, dus ja, weet ik veel. En ja, er zit al boodschappen in. Ik heb weer cadeautjes moeten kopen. Enkel het is door een ander erin gedaan. Ik zelf heb het niet gedaan. En ik moet het ook allemaal nog inpakken. Ook zit er iets bij dat hoeft er niet in. Dat gaat bij mij aan. Ja, ik zal het jullie laten zien ook. Heel mooi. En ik hoorde miauw. Nou, dan wil er eentje dus de kamer in. Hi. Dat was onze Ewin. Hé, meisje. Het doe maar, het mag wel. Ja, nou. Ik ben dus weer bij een bekende winkel geweest waar ik geen reclame voor maak. Want ja, ik word er niet van betaald. Maar... ik kan wel merken dat ik ben afgevallen door dat lopen met Rijka wat ik doe. Ik heb nou niet gelopen hoor. Ik heb nou even met de booster natuurlijk gedaan. Maar in ieder geval een hele mooie bling bling jurk voor de kerst. En ja, hij lijkt misschien nog steeds breed. Maar qua maat... ik weet niet of jullie dat zo zien. En dat was dus meer, hè? Dat was veel meer. Ik had XL en XXL. En dit is een L'tje. Ja, nou dat vind ik toch prachtig, hè? Prachtig dat ik dat zelf samen met mijn meisje heb kunnen doen. Ja, ik ben er helemaal blij mee. Ik ben er super trots op mijn meisje en ik ben super trots op mezelf. In 3 weken tijd even 6 kilo kwijt. Nou, ik ga er maar naast staan. Het is misschien nog wel niet te zien omdat ik ja, die dikke blubbe buik heb. Maar ja. Nou, die heb ik gekocht. Niet voor mij. Voor cadeau. Nou, sokken. Heb ik gekocht. Ook niet voor mij. Zijn heren sokken. Dit heb ik gekocht, ook niet voor mij. Is ook voor een heer. En dan heb ik, wat is dat? Ja, ik zie wat leggen, maar ik weet niet wat het is. Oh, zo'n zakje om het spul goed te houden. Nou, en dan heb ik nog een geurtje. Nou, ja, top toch? Komt goed. Ja. Nou, ik vind dat netjes. Nou, nee, hier in die tas nog een vak, er zit nog papier in, merk ik. Dat is, nou, dat kan eruit. Oké, weg. Nou, nu is die ook leeg. Even zien. Oh, daar hangt nog wat aan. Dat kan ook wel. Dat moet even de schaar bij. Even de schaar bij. Ik hoef niet met een dingetje eraan te lopen wel. Ik dacht dat die man dat eraf had gehaald, maar nee. Hij hangt er nu wel op. Nou, dan moet hij ook de spullen eraf halen. Ja, toch? Ja, vind ik hem wel. Zo, nou, nu is die leeg. Maar daar moeten de cadeautjes dus allemaal in. En ik kan beter inpakken dan die winkel die het gedaan heeft. Ja, en er moet meer in dan wat er nou uitkomt. Want ik heb daar al cadeautjes erin. Mag ik even erbij? Hey? Dank u. Zo. Maar ja, maakt niet uit. Ik moet sowieso eerst prijsjes eraf zien te krijgen. Hier zit een prijsje.
gaat ze lekker niks aan. Nee toch? Nee, vind ik van niet. Jullie wel? Je gaat toch niet iets cadeau geven waar het prijs op staat? Nee, vind ik van niet. Zo. Het is wat. Zo. Hier nog een prijsje. Schuurt er gewoon af hoor. Ja. Nou, staat er hier een prijs op? De bodem niet. Ja, hier al. Zo. Nou, doen we het zo. 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 En hier zit een prijsje. Dan halen we er ook af. Ja. Dat zit erin. Gaat goed. Oh jee, oh jee, oh jee. Dat is minder leuk. Oh, het valt wel naar beneden. Dat zit het ook niet vast. Zo, kom hier, kom hier, kom. Hij wil niet. Dat staat gewoon vast. Nou, dat gaat er ook af. Hup. En dan kan het er gewoon weer ertussen. En zo. En dan wordt gewoon weer lekker vastgeplakt. Het plastic behoort eigenlijk heel te zijn, maar dat is kapot gegaan. Daar kan ik ook niks aan doen. Want dat was er nog maar eentje van. En ik vond het gelijk leuk. En jullie weten gelijk wel waar het eigenlijk op voor is, hè? Voor de adventszondagen. Dus ander jaar hebben ze er heel wat aan. Ja. Nou, ik vind het wel leuk. Simpel. Nou, en een geurtje voor meneer en geur en dit voor mevrouw. Ja, niet voor Roderick en ook niet voor Karin, maar Roderick zijn ouders die komen ook. Nou, heb ik dit voor meneer en dit voor mevrouw. Kost allebei even duur. Nou, en dat was twee paar halen. En één gratis. Dat ik zit gelijk met 6 paar sokken. Is nooit weg. Nee toch? Nee, vind ik ook. Maar oké, lieve vrienden. Ik ga een bakje koffie maken. En dan ga ik inpakken. Dan ga ik die tas al inpakken. Dat die klaar staat. Hoef ik dat niet meer te doen. Er is een video klaar op YouTube. Die zal ik eventjes verder. Even op de knop klikken. Dat die hem... kan plaatsen wanneer dat moet. Dat is pas na de kerstdagen. Komt die pas online. Ja, kan er ook niks aan doen. Maar het is nou eenmaal zo. Want ik heb even wat vooruitgewerkt. Want kerst ben ik niet thuis. Kan ik niet werken. Dus ja. Tenminste eerste kerstdag. Dus ik zou zeggen. Geniet verder van jullie namiddag. Voor straks smakelijk eten. En ik zie jullie graag vanavond weer terug. Tot dan. Ja, lieve vrienden, het is alweer heel erg laat. Zeker vroeg in de ochtend. 3:50 uur. Ja, ja. Dus het is dinsdag en het is de dag voor kerst. Maar er was trammeland in de Club van de 50-plussers. Dat moest opgelost worden. En ja, dan blijf je ook weer kletsen met goede mensen. Ja, die geen kwaad in het zin hebben. En Rijka die is er ook klaar voor om lekker mee naar bed toe te gaan, hè? Of niet dan? Ja, hè? Of niet dan? Oh, zo lief, hè? Oh, zo lief, hè? Oh, gosje. Ai, jij. Hé, meisje. Yes. Ah, moet je niet bijten? Moet je niet bijten? Nee. Kijk, en nou is die lief. Meisje toch, meisje toch, meisje toch. Oh ja. Wat is dit? Wat is dat? Ja, wil je bijten in mijn hand? Wat voor dikkie. Wat voor dikkie. Eeuw. Maar oké, okay, ja, wij gaan lekker een beetje toe, want we zijn heel erg moe. Althans, ik. En ik heb hier de boel al klaarstaan voor woensdag. Laat het ook mooi gewoon zo staan.
Ja, want het kan beter bij de hand wezen dan dat je het niet bij de hand hebt. Die gaat mee naar boven, dat is mijn jurk. Ja, en morgen komt de rest alweer. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot over een aantal uur. Ik ga het nou nog even eten. Het laatste restje wat er nog over is. Malle meid. Maar oké. Zijn ook al uit geweest. Ja hoor, de wandeling was nog groter dan normaal loop. Ja, ik was ook bek als ik thuis kwam. Maar oké, we hebben genoten. Het was lekker weer. Het regende niet, het waaide niet. Het was heerlijk. En nu gaan we naar bed. Ik zeg tot over een aantal uur. Doei lieve vrienden.